Meneer Plokker, ja. Ik vind het wel tof. We staan hier op de glasplaten van de onderdoorgang richting het museum. Dus het voetvolk loopt onder ons langs. Eigenlijk is het, want we filmen vaak in het depot. Dit is ons open depot. En, maar... Dat noem je ook zo, een open depot? Ja. En dat is feitelijk omdat hier de spullen staan, zeg maar de objecten zoals jullie het dan noemen. Het is een soort doorsnede van wat we in het depot hebben. Ja, en waarom staan we hier? Ik wil het vandaag hebben over dit prachtige gewijpere schedel van, van het reuzenhert. Dit is een reuzenhert? Ja, het is een, Latijn is niet mijn sterkste kant. Ga je nu Latijns doen? Ja, dat is... Dat vind ik moeilijk. Megaceros giganteus. En om een idee te geven, bestaan allerlei verschillende soorten herten. Mm-hmm. Die hebben allemaal geweien. En dit dier, dit reuzenhert, had het grootste gewei ooit. Dus niet dit exemplaar, maar als soort zijnde. Als soort van alle herten die ooit op de wereld hebben geleefd? Of nog leven? Ja, nog leven. Ik vind dit al enorm. Ja, wat je moet voorstellen, dit is 2,5 meter. Ja. En de grootste die ze ooit teruggevonden hebben is 3,60 meter. Zo. Ja. En wat weegt zoiets dan? Dit gewei iets van 50, 60 kilo. 50, 60 kilo. Ja. Hey, en dat is het zo dat ze net als zeg maar de herten die wij vandaag de dag kennen, dat ze elk jaar het gewei afwerpen? Ja, dus ieder jaar werd het gewei weggegooid en moest het dus helemaal van begin af aan weer opnieuw opgebouwd worden. Enorm, hè? Ja. En je moet je ook voorstellen van de schofthoogte van dit dier was 2 meter, 2 meter 10. Waar komt deze jongen vandaan? Nou, dit exemplaar die is gevonden in een moeras in Ierland. Oké. Okay. Ja, en op een of andere manier worden daar heel veel skeletten, dus ook geweien en schedels van reuzenherten gevonden. Bijna allemaal mannetjes, dat is heel raar. Waarom weet men niet? Men vermoedt dat misschien iets met het dieet te maken heeft. Ja, want, dus dat daar bepaalde planten groeien? Nou ja, je moet je voorstellen om zo'n gewei op te bouwen heel jaar, dat je planten nodig hebt met bepaalde mineralen die opbouwen. En dat, er is ook vorige week, vorig jaar is een kies gevonden van een reuzenhert met een zand opgespoten, dat vonden ze een kies. Die hebben ze laten onderzoeken van wat zit er nog in. En daar bleken plantenresten in te zitten, planten met heel veel calcium en zo erin. Ja. Dus kennelijk hadden ze toch heel specifiek waren op zoek naar die planten om maar dat gewei te laten groeien. Ja. Dus wat ik jou hoor vertellen is dat daar in Ierland, in het moeras, daar worden hoofdzakelijk mannetjesreuzenherten gevonden. Ja, klopt. En geen vrouwtjes. Ja, dat zou kunnen zijn omdat ze daar kalkhoudende plantjes of zo kunnen. Ja. En ook nu zeg maar, heb je ook dat herten, dat die mannetjes die zijn erg solitair of die trekken naar elkaar toe in zo'n roedels. Die mannetjes en vrouwtjes leven erg gescheiden. Ja. Dat zal natuurlijk ook een oorzaak zijn. En een verzamelaar uit Winterswijk heeft dit exemplaar in Engeland gekocht. Okay. Dus afkomstig uit Ierland, uit de moeras. In Engeland heeft hij dit gekocht. Ja. En hij heeft het weer doorverkocht aan destijds het Natuurmuseum Enschede. Wat er gebeurd was, is dit was, en dit, je kan het nog een beetje zien, is bijgelakt. Nou, inderdaad. Ja. Ik dacht dat dat gewoon was om het te conserveren. Ja. Je ziet hier ook een ander stukje. Dus toen het aangeboden werd door die verzamelaar, waren er ook twijfels, is dat ding wel echt? Is het niet gewoon in elkaar gezet? En ze hebben hem in december 1997, is hij met een transport naar het MST gegaan. Daar hebben ze hem onder de scanner gelegd om te scannen of dat hij wel echt is. En de conclusie was inderdaad, op een aantal puntjes na hier de uiteinde, dit is gevuld met kunststof, is het ding helemaal echt. Dit is een kaak, kijk die hoort hieronder, zie je dat? Een onderkaak. Ze zijn hier zo verdwenen, zo ongeveer 11.000 jaar geleden. 11.000 jaar? Ja. En de jongste exemplaren hebben ze in Siberië, Oeral, ongeveer gevonden, ongeveer 6.000-7.000 jaar geleden. Ja. En dit bot, weet je hoe oud dat is? Ik verwacht dat dit, even kijken of het erbij staat. Nee, er staat geen datering bij. Goed, dus, in ieder geval 11.000 jaar. Minimaal 11.000 jaar uit. Ja, ja. Dat is ook wel grappig, hij heeft ook een volkomen andere kleur hè, als dit. Dan denk ik dat ligt aan de preparator of zo. De manier waarop hij in de grond gezeten heeft. Ja, dat precies. Heeft natuurlijk, of hij in de klei zit. Maar je had het net over die lak hier zo, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is nee. Dat is, we weten niet wie het gedaan heeft, kunt het ook niet achterhalen. Maar dat was ook wel de reden dat ze dachten van is het ding wel echt.
Hè? Ik kan het ook zoiets wel namaken. Ja.